Een transportvliegtuig uit Nederland is vanmiddag aangekomen op Zanderij met daarin twee zuurstofcontainers en een grote hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen die in de ziekenhuizen zullen worden gebruikt voor COVID-zorg. Een technisch team komt later vandaag aan om de containers te installeren en Surinaamse technici te trainen in het gebruik ervan. Een eerste groep artsen en verpleegkundigen komt vrijdag uit Nederland om te helpen bij het bieden van acute zorg aan COVID-patiënten. Naar verwachting komen de eerste 40.000 doses AstraZeneca de volgende week aan in Suriname. Ook wordt gewerkt aan het mogelijk maken van een donatie van 50.000 doses Moderna. Dit meldt de Nederlandse ambassade in Suriname in een bericht op haar social media pagina.